Ja, dit is dus buitenplaats het Huis ten Donk. Eigenlijk een 400 jaar oude buitenplaats en de laatste nog geheel oorspronkelijke historische buitenplaats in deze hele regio. Het laatste pareltje die er nog is, van oorsprong een Rotterdamse buitenplaats met zijn roots in Rotterdam. Echt een Hollands glorie verhaal. De ridderkerken zijn er ook super trots op, maar een heel bijzonder pareltje eigenlijk nog in dit gebied. Hier zie je heel duidelijk de historische buitenplaats, hè, dat als geheel is beschermd. En dan tot onze grote schrik, dus in het NOS-bericht, in principe de stip precies op die plek voor de locatie van de tweede oeververbinding. We hebben alle begrip voor de ontsluiting, die is noodzakelijk. De groei is onvermijdelijk. Wij roepen alleen de minister op, kijkt u alsjeblieft naar dit prachtige gebied. Een van de laatste parels, zorg dat dit nationaal erfgoed bewaard blijft.